Oh ja? Wat ben jij groot? Je was groot. Je bent groot. Of was je groot? Je was groot. Ja, een hele goede middag, lieve vrienden. Het is 12:27 en we leven op zondag 2 augustus. Ja. Ik ben lekker schoon. Ik ga zo met Rijka even lopen. Ik krijg vanmiddag visite van mijn lieve middelbroer. Dus vanmiddag mag ik, wanneer hij er is, niet vloggen. Nee. Dat wil hij absoluut niet hebben, maar daar heb ik respect voor, zeker te weten. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van weer het prachtige mooie weer. Ja, het zonnetje schijnt, de hemel is blauw, enkel het waait op meer. En het is wat koeler, wordt er gezegd. Oké, het was er net nog 19 graden op mijn telefoon. Ik weet niet hoeveel het op de vlakte is, dat gaan we bekijken op Ome Toon. Misschien 90 graden, volle zon. Nou, prima heer toch? Enkel nou niet zo heet, maar we krijgen het wel weer terug, de hitte, wordt er gezegd. Ja, dus ik ben benieuwd. En dan, ik doe er namelijk weer even een t-shirtje eronder. Want anders is het buiten toch weer te koud. Maar ja, ik doe even dit jasje weer aan, meer niet. En vannacht had ik mijn vest en dat jasje aan. Nou, het was warm zat. Ja. Een dikke jas hebben we nog niet nodig. Hè? Nee nou. En daar staat er een dot haar. Komt denk ik uit mijn wielen vandaan. Ja, die wieltjes van die stoel, die nemen dat wel mee. Dus dat zal ik zo ook eerst even oprapen. Maar in ieder geval, lieve vrienden. Ik zou zeggen, ja, een gezegende zondag. Geniet ervan. En laat de zegen maar neerdalen op je, want die hebben we allemaal nou nodig, hè? Ja, allemaal. Maar oké, ik zou zeggen, doe wat je doen wilt, doe wat je doen moet. En dan komt alles heus wel weer goed, ja. Maar in ieder geval, ik ga gewoon mijn gangetje, ik ga dat zo meteen, nou, ik ga even met Rijka uit, dan eten en dan ga ik dat gelijk tevens opruimen, want dat ziet er niet uit, tenminste. Ik heb nou genoeg voor de vaders, laten we het zo zeggen. Dus je kunt het eindelijk doen. Maar oké, ik zou zeggen, tot later. Ik hou je op de hoogte van Drijven en Zeilen, van Corina en de Beestenbol. Ja, ja. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden. Mijn broer die is alweer reeds weg, hè. Ja, al geruime tijd trouwens, hoor. Maar ik was met een vlog bezig, doe ik dubbel werk. Ik had het al gedaan, gisteravond, ja. Dus ja, ik was het even vergeten, een beetje toestand allemaal. Maar oké, ik ben nou, heb ik hem naar YouTube gebracht, dus dat is bezig. Ik heb nou een nieuwe geopend, dus het komt allemaal wel weer goed. Ik heb mijn t-shirt weer uit kunnen doen, want het werd me toch te warm. En het is inmiddels alweer 4:15. Ja, ja, ja. En ik ben met koffie bezig. En mijn tong doet zeer. Ik heb, denk ik, ja, iets hard gegeten. Ik weet het niet. Ik kan me niet herinneren of de hete koffie gehad. Want het is wat rauwig, mijn tong. Aan de zijkant. Maar ja, het gaat ook alweer over dat ik een oud kereltje ben. En dat is me niet. Nee, maakt niet uit. En Ewen die loopt te zeuren en te doen, die weet niet wat ze wil. Ik heb eten neergezet en loopt ze bij weg. Ze zit nou water te drinken. En ze zit buiten in het zand liggen te rollenbollen, want ze is smerig. Ja, dus ook niet lekker. Nee, echt niet. Ja, ik was dus al met koffie bezig, zoals ik al zei. Dus even water op mijn koffie doen. Voilà. Oh, niet te ver. Zo, en dan gaat de koffie hier lekker mee naar de salontafel. Hé, Ewie, kijk even uit, meisje. Ah ja. Zo. Hier even neer. En ik ben met een vlog bezig nu.
dat Rijka naar de dierenarts moest. Die ga ik er nou inzetten. Maandag 20 juli, Rijka wordt geopereerd, sterilisatie. En als ik het goed heb, komt die online op 11 augustus, zoals ik het nou zie, ja. Ja, want het gaat nogal hard, dat uploaden naar YouTube toe. De HD-versie verwerken, SD voltooid. Ja, nou, dus ik kan hem al sluiten. Zo, ja, ho, wacht even. Ja, oh, nou ja, tweede dezelfde. Wacht even, dit is niet goed, jongens. Ik heb ergens een fout gemaakt. Ja, echt wel. Ik heb er een fout gemaakt. En ik weet al wat. Met de foto erin. Ja, ik heb een foto erbij ingezet dat als blikvanger. Nou ja, maakt niet uit. Ik heb toch die dieren in huis. Mag ik er even eentje als een blikvanger houden? Tweemaal mijn poesjebeestje. Enkel het is een andere film. Ja. Het is gewoon een andere film. Ik ga even kijken. Ik kan lekker kijken, ik wil lekker niet. Haha. Nou ja, maar komt goed hoor. Ja. Ik heb enkel het Eowyn als tweemaal gebruikt. Nou ja, ik kan ook niks aan doen. Of ik, ja, nee, ik laat gewoon staan. Twee keer Eowyn erin als blik vangen. Nou, dat moet kunnen toch? Ja, vind ik niet erg hoor. Twee keer dezelfde foto. Nou, dat moet toch kunnen? Gaat over 7 dagen in première. Ja. Dus het komt allemaal goud. Ja, het komt allemaal goud. Ga ik niet veranderen. Nee. En nou komt Rijka in de bocht. Ja. Nou wordt Rijka de blikvanger. Ja, zeker weten. Zoeken een mooie foto van Rijka op. En dat komt goed. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden, het werd ineens koud. Dus ja, ik heb... mijn t-shirt er weer onder gedaan. Vest eroverheen. En dan doe ik het jasje er zo eroverheen. En dan ga ik Rijka weer even uitlaten. Maar ik heb de deur dicht gedaan. En de zonnescherm omhoog. Want ja, mag wel weer even wat inkomen, de warmte. Ja, ik heb het nou koud. Maar ja, komt wel goed. Dat de wind die kwam opzetten. Dus ja, dan moet je toch even wat aan doen, toch? Ja. En dan ga ik zo mijn meisje uitlaten. Nee, meisje. Rijka. Rijka. Hallo, Jos. Hé. Kiekeboe. Ben je ook mooi? Ben je ook een mooi hondje? Ben je ook een mooi hondje? Ja, hé. Ze is beautiful, hè? Ja. Ze maakt geen kant de zwijnenstal van. Want als je ziet hoe dat laken eruit ziet. Oei, 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 oei. Moet ook in de was, hè? Ja. Wil schoon laken er morgen op, hè? Ja. En even de kussens weer doen. Kunnen die ook weer in de was. Hé, dametje. Ja. Oh, ik krijg een kusje voor jou. Och, kusje toch. Hé, gaan we zo'n loopje doen. Ja, we gaan zo'n loopje doen. En neem jullie uiteraard mee. Want ja, wie weet zien we de zeehondje weer. Kan ook weer ergens anders wezen hoor, ik weet het niet. Maar het moet eigenlijk terug naar zout water. Ja, mijn broer die zei dat het hier geen zout is. Ja, maar het staat toch in verbinding met de zee? Dus ja, hallo. Het is hier gekomen. Het kan ook wel weer weg, denk ik dan. Maar nee, het is meegevaren weer. De moeder, laten we het zo zeggen. De moeder, die is meegezwommen. Met een boot, met een schip.
En onder die vlotbruggen die we hier hebben, tenminste niet in Den Helder, maar in het dorp voor Den Helder nog, heel langs de weg in het kanaal vlotbruggen. Als die open gaat vanwege zo'n schip, dan zwemt dat zeehondje mee. Ja, en moeder lief is bevallen, hier al. Nou ja, oké, daar kan je niks aan doen, nee, helaas. Maar oké, de film van Rijka, over Rijka, haar sterilisatie, die is dus bezig om klaar te komen voor naar YouTube toe. Als die dan klaar is, dan breng ik hem naar YouTube. En dan komt hij ergens op 12 augustus. En het vervolg ervan op 13 augustus. Dus ja, maak je bord maar nat. Twee filmpjes over Rijka van haar sterilisatie. Ja. Maar ja, die komt eerder dan dit. Dus deze komt dan weer vele malen later. Maar dat maakt niet uit. Nee hoor, als jullie maar blij zijn dat jullie wat van mij zien en van mijn diertjes. Ja, dan gaan we gewoon vrolijk door. Ja hoor, komt allemaal in orde, toch? Maar oké, ik ga nu even met Rijka lopen. Ik neem jullie wel mee in de tas en dan zie ik wat te filmen valt. Dan filmen en zo. Ze hebben pech, ja, en jullie ook. Net zo goed. Nou, we zeggen tot straks. Doei! Lieve vrienden, we zien hem weer. We zien hem weer. We zien hem weer. Ik ga al filmen, ook proberen die kant op te komen. Maar ik moet eerst mijn rollator weer even op de weg. En Rijka aan de andere kant. Zo, dan moeten we die kant op. Ja! Oh. Kom Rijka. Rijka komt straks. Wil jij wat voor mij doen? Wil jij wat voor mij doen? Dan gaat hij. Wil jij met mijn camera? Want ik ben een vlogster en ik ken niet zo hard. Maar je mag erbij praten. Nee, hij staat aan. Hij staat aan. Ja. Ik weet wel. Een droog puntje moet je knippen. Ja, hij staat aan. Nee. Ja, ik ben een vlogster en ik kan niet zo snel. Nee, dat snap ik. Nou, alsjeblieft. Oh, dank je. 1:40, rond 1:40 komt niet voor. Duikt weer naar onder. Maar ja, waar gaat hij heen? Dat is de vraag. Ja, waar gaat hij nou heen? Waar gaat hij nou heen? Je weet het niet, je weet het niet. Je weet het niet.
Maar ik heb je er weer op, lieverd. Lief beestje, waar ben je? Kleine dondersteentje. En dan kunnen ze een hele tijd onder water blijven, maar ze moeten toch weer ergens een keer lucht happen. En daar gaat Gandalf. Zoek en gij zult vinden. Maar ik ben bang dat ik hem nou niet meer zie. Moet je plasje doen, schat. Ja, hij is al ingezoomd, dus ja. En dat hou ik zomaar even. Een blub hoor ik. Maar ik zie niks. Ik hoor de blub. Maar je ziet niks. Hij was er weer, hè? Ik heb hem erop. Nee, ik hoorde wel blub, maar... Hij was dichterbij nu voor mij. En een meneer die heeft mijn camera even meegenomen op de fiets, want die was zelf ook aan het volgen. Ja, daar! Voorzichtig. Pas op, dolfijntje. Zeehondje bedoel ik. Ja, ga erheen. Niet doen. Ah, jaag het beest niet op. Er zit een zeehond. Kijk uit. Nou ja. Doe je toch niet? Waarom doe je dat nou? Gebruik je verstand, man. Waarom doet hij dat nou? Die denkt ik maar aan zichzelf, die man. En dan ben je hem kwijt natuurlijk. En daar zat hij. Oké. Okay. Maar waarom doet die man dat dan, hè? Hij had aan deze kant moeten blijven. Oké. Okay. Maar ik heb hem er in ieder geval op en daar ben ik blij mee. Ik nam hem vanochtend ook al mee de camera, want ik wil dat we hebben nou. Dat is mooi vooral voor YouTube. Ja. Maar het schijnt die baby te zijn van dat vrouwtje dolfijn die mee is gezwommen met dat schip die nou daar ginds legt. Ze hebben een vlot in het water gebouwd. Speciaal voor die dolfijn. Net? Ja. Ik hoop dat jullie... Nou is hij weer weg. Ja, hier, dat kopje weer. Dat kopje weer. Schitterend niet. Slechte zonnebaden, joh. Kleine kopje boven het water, Ruud. Kijk dan. Kom dan eens dichterbij, lieverd. Kom maar. Oink, oink, oink. Oink, oink. Hier, ben je weg. Oh, wat mooi, wat mooi. Daar krijg ik kippenvel van. Zo mooi vind ik dat. Ja, hij is weer onder. Ja, daarom. Het is zo bijzonder. Want wie verwacht dat in een gracht? Het is
Ja, dat heb ik gehoord vorig jaar ook al, maar toen liep ik nog niet zo, was ik nog niet actief. Oké, laat zeggen, het is niet de eerste keer. Sinds dat ik haar heb, ben ik actiever gaan worden met lopen enzovoorts. Want ik heb ook een scootmobiel, en daar wil ze ook wel op, maar yes, ze moet ook een platje doen enzovoorts. Maar mijn vorige hond die kon niet lopen, tenminste niet goed. Dus ja, die kwam niet verder dan de tuin. Nee, ik ook niet. Geduld. Geduld is een schone zaak. Het is zo, zeer bijzonder, mensen. Echt waar. Nou, ik sluit jullie maar weer af. En dan, want Rijka moet even het nodige nog doen. En ik ben al bijna bij de brug. Dus we hebben hem in ieder geval weer gesport, lieve vrienden. Nou, en dan kunnen jullie ook gelijk de nieuwbouw zien. Hoe dat is gevorderd. Het is dus nog steeds niet helemaal af. Maar ja, het is nou bouwvakvakantie. Maar in ieder geval, ze zijn heel eind opgeschoten. En de rest zal wel na die tijd komen. Ik zou zeggen voor nu, tot later. Doei, doei. Ik zie daar. Ze ligt nou een beetje in het midden. Terwijl ze hier in de bocht lag. Ik zag net het kopje weer omhoog komen. En nou is ze weer weg. En dan is me net de vraag, waar komt ze weer boven? Ja. Ik ben net, waar komt ze weer? Of hij, of het. Ik weet niet wat dat is, een vrouwtje of een mannetje. Het is zo bijzonder, hè, dat zo'n beetje in een, gewoon in een gracht rond dolt, zwemt, doet. Gewoon in de stad zelf. Het staat dan wel verbonden met zeewater, maar toch. Het is zo zeer bijzonder. Maar ja, nou zie je er weer niet. Nee, ik zie er niet meer. Maar ja, ik ga weer... met Rijka verder, want die moet verder nog even in als. Ja, ik hoop dat ik er weer zie. Maar ja, ze staat er al op en daar ben ik blij om. Ja, toppie, geweldig. Dus Rijka loopt om me heen te hangen, ze in te doen. Wat ik ook niet prettig vind, want ze doet me zeer. Dus, maar oké, kijk nou maar eens. Rijka is daar. En dan helemaal, ik zal even terugzoomen. Hup, 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 barbertruc. Rijka, en dan is ze om me heen. Nou, het loopt niet lekker, nee, zo. Nee, nou, lieve vrienden, we gaan. Ja, er gebeuren deze week hier bijzondere dingen. En toen was hij weg. Helaas. Helaas, helaas, helaas. Waar ben je? Oh, wat ben je groot. Oh ja? Oh ja? Wat ben je groot? Je was groot. Je bent groot. Of was je groot? Je was groot. Ah.
Bovi. Ik hoor hem weer. Even rustig, schatje. Ik hoor hem weer. Maar waar? Ik ga weer inzoomen. En we zullen hem wel weer vinden. Daar. Ja, dan was die weer weg. Rijka! 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 Boefje! Boefje! Wat ben je nou? Dat was ze weer. En het is aardig wat koud buiten geworden. Ik ga naar binnen. Ga je mee? 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 Er is er nog hier al één. Ja! Nou, zullen we weer op de haak dat Rijka binnen is gekomen. Zo, hè, meisje. Hey, hallo kind. Ik doe hem even uit en draai hem weer even om. Oh, wacht even, ik geloof dat het... Nee, dat kan niet. Nee. Hè? Maar oké, ik draai hem even om naar mezelf toe. En dan zal ik vertellen wat het allemaal... Ja, dat het van de week bijzonder was. Onder andere ook dat zeehondje. Ja, ik zei dus, ik kom terug. Dus ja, vandaar dat ik hem even omgedraaid heb. Maar ja, ik heb toen niet kunnen filmen, omdat ik niks bij de hand had. En ja, ik dacht ook niet aan mijn telefoon, niks. Ik was boven aan het werk van de week. En toen hoorde ik in de verte een hoop lawaai aan dichterbij komen. Ik dacht, wat is dat toch? Je denkt eerst na en dan... Ik nou maar op de slaapkamer kijken. Ik ging leunen op de vensterbank. Maar ik had de gordijnen nog dicht, omdat het prachtig mooi weer was. En ik denk, blijft die zon buiten? Dus ik ga op die vensterbank gaan. Nou, ik was te verbouwereerd om mijn normale mobiel te pakken. Maar ze kwamen recht op me af en ze gingen recht over mijn huis heen. Helikopters. Maar waren meerdere. Ik meende 4 te tellen bij mijn broer op de foto's. Vanwege dat die vrouw is omgekomen met die helikopter. Daar was een Helderse vrouw bij. Ja, van de marine of zo. Ik weet het al even niet meer, maar in ieder geval. Missing. Iets met missing, weet ik veel hoe dat heet precies. Ik kijk even op Facebook bij mijn broer. Even geduld. Gaan we er even naartoe, kan ik dat precies vertellen. Hebbedabdabdab. Lekker naar mijn broer toe. Hebbedabdab. Hebbedabdab. Hé, ja meisje. Holy. Dat is al oud. Van vroeger. Weet je nog? Nou ja, zeker wil ik dat nog. Dat was... Zoek. Nog verder naar beneden. Ja, een flyby. We hadden een flyby. Een zogenaamde missing man. Formatie voor de omgekomen mensen tijdens de helikoptervlucht. Christine Martens en Erwin Warnies. Dit was rond 11:30 bij ons achter op het Marsdiep tussen Den Helder en Texel. Nou, ik kreeg de koud van. Het kwam zo op mij af. Even die grote, zware helikopters. Hè? Niet die kleintjes, nee, die grote.
Nou, je wilt niet weten. Je krijgt het er weer koud van, hè. Dat het zo bijzonder, zo bizar, mooi. Ja, dan krijg je gewoon kippenvel, tranen, et cetera ervan. Want dat ben je dan niet gewend. En dan in ene, ja, voilà, kom op. Nou, ja, ik krijg het gewoon weer koud van omdat je erover hebt. Maar oké, dat wou ik jullie nog even mededelen, dat dat hier van de week is gebeurd. En helaas kon ik dat niet filmen, anders ja, dan doe je dat. Maar je bent te laat, je bent te verbouwereerd. Dat, ja, helemaal vol verbazing van wow, wow, je hebt het zelf nog nooit gezien. En dan in ene, ja, kom op, je bent bezig aan het werken en dan in ene hoor je dingen. Oké. Maar oké, ja. We hebben dus ook dolfijntjes gezien, hè, vanavond weer. Tenminste, één. Eén dolfijntje. Ja, ik heb hem gezien. Ja, een paar keer kwam het kopje er weer boven en we hebben hem weer een film. Ja, ik heb zelfs jullie meegegeven aan een onbekend iemand. Ja, top. Meneer, als je het ziet, bedankt. Ja. Dus ik zeg, lieve vrienden, ik geniet verder van jullie avond. Ik ben met een plaatje bezig voor Facebook. Dus ja, geniet van alles met wat jullie doen. Ja, ik zorg hier even van een hond die zo wat vleugeltjes had. Ja. Nou, wat zie je dat nou, hè? Wat zie je dat nou? Prachtig. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, geniet van jullie avond. Voor straks welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard gezond uit je bed zien te komen. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik zeg tot dan. Doei!